Dit proces hier in Brugge, in de gewelven van een oude kazerne, zoals je kunt horen, is al voorbij. Of toch zo goed als voorbij. Het was nog eens volgens een formule van vroeger. Op enkele dagen is het volledige dossier afgewerkt en kan de jury al gaan beraadslagen over schuld en boete. Zo was het vroeger en zo hadden de politiekers het nooit mogen veranderen. In plaats van nu te jammeren over processen die te lang duren, had men zich moeten houden aan de oude formule die een assisenproces afwerkte op 3 of 4 dagen. Beroepsmagistraten zouden het nooit zo snel kunnen, minister Geens. Dit eventjes terzijde. Het is hier zo snel gegaan omdat er ook niks in te brengen viel. De verdediging met Chris Luyks en Erika Kaluwaars hebben niets betwist. Er viel ook niets te betwisten. Wie met een mes iemand op die manier afmaakt, heeft de bedoeling om te doden. En het heeft geen zin om te komen zeggen later, ik wist het niet meer. Of ik had niet de bedoeling haar te doden, want ik zag haar graag. Of dergelijke fabeltjes. Is dit een verloren proces geweest? Nee. Zo waren er vroeger tientallen. Maar men wil dat allemaal weg hebben. Het volk mag niet meer oordelen over wat het volk aanricht soms. Daar zullen geleerde heren over beslissen, die ook geen tijd hebben en overwerkt zijn en het leven niet kennen. Hoeveel jaar gevangenisstraf Danny Tak straks zal opgelegd krijgen, weet ik nu nog niet. Maar ik vermoed dat het wel minder dan 20 jaar zal worden.